Een enorme klap moet het zijn geweest maandagmiddag aan de noordzijde van de Waalbrug. Een ambulance was met spoed op weg naar een ongeval toen een personenauto er tegenaan botste. Vermoedelijk had de bestuurder de ambulance niet gezien. Er vielen 2 gewonden en de weg werd stadinwaarts urenlang afgesloten. Verkeer dat de stad uitkwam werd omgeleid via de Turennesingel. Het zorgde voor een flinke verkeersopstopping die een groot deel van de avond aanhield. Pas laat in de avond was de weg weer vrij.